Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede morgen. En welkom bij een kanaal. En welkom bij een gloednieuwe serie, jongens. Een serie waar ik al zo lang mee bezig ben. Een serie waar ik al zo lang naar uitkijk. En vandaag is het zover. Het begin, de eerste aflevering van mijn serie Hot Labs. En met Hot Labs neem ik verschillende mensen, verschillende bekenden van Instagram, van YouTube of vrienden mee in de race simulator, maar ook in een hele dikke auto. Of dit hun eigen auto is, of de auto die ik bij me heb, dat gaat verschillen per aflevering. Het wordt super vet. En de race simulator staat hier klaar. Hier staat de GT3. En we wachten op die man binnen, dan Stijn Slotterhorst. Ja, en omdat ik dus de eerste aflevering is, zal ik nog heel even kort wat uitleggen. Ik heb hier namelijk een heel mooi, nieuw, zo goed als blank, whiteboard bij me. En dat whiteboard, dat, na een aantal afleveringen, gaat het helemaal volstaan met de tijden die de coureurs, die de mensen, de gasten, hebben neergezet op de racing laten. De game sheet, ik heb een heel mooi stuur, een hele dikke stoel en een heel tof spel. Ik ga ze uitdagen, ze moeten niet alleen van mij winnen, maar aan het einde van het seizoen, aan het einde van deze serie, ga ik ook een prijs weggeven voor degene die de snelste tijd in de Red Bull op het circuit van Oostenrijk heeft neergezet. Ja, en dit is dus de auto waar we samen mee op pad zouden gaan. Maar ik hoor hier al iemand aankomen. En ik kom niet met een A4 aanrijden. Ik wist niet eens dat hij met een RS4 aan zou komen rijden. Maar jongens, Stijn Schothorst in een RS4. En hier staat een Cayenne Coupé. Hele goedemorgen, jongen. Hele goedemorgen. Wat heb je mee? Ik heb een Audi RS4 bij me. Dat is niet gek. Is dit je eigen auto? Niet helemaal. Niet helemaal? Niet helemaal. Ongeveer? Ongeveer. Maar hij is wel dik. Hij is wel goed, hè? Jeez, vet, man. Ja, ja. Maar vertel, want ik denk, misschien weet niet iedereen wie je bent, maar jij bent professioneel racecoureur. Ja. Als dat zo kan zeggen, toch? Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. En nog veel belangrijker, het vriendje van, hè? Nee, ik ben autocoureur. Audi R8 en dan de? De GT3 versie. De GT3 versie, ja, inderdaad. Ja. Dus die is nooit gemaakt als straatauto. Die is echt van de band rollen als raceauto. Dus het is ook het enige wat er zeg maar hetzelfde aan is als de R8 is eigenlijk de motor. Verder is alles gemaakt als raceauto. En hoe ben je hiermee begonnen? Want dat is een vraag die heb ik echt ook eindeloos veel voorbij gekomen. Het is natuurlijk niet dat je zegt van nou, ik ga eventjes racen met een Audi R8. Nee, dat gaat niet van dag 1 op dag 2 dat je... Nee, want het is mij dat niet gelukt. Nee. Ik heb wel een poging gedaan, ik heb Audi een mailtje gestuurd. Nou jongens, wil een keer met een Audi R8 GT3 of LMS of iets in die richting gaan rijden. Ja. Maar daar heb ik geen reactie op gekregen. Dus hoe ging dat bij jou? Nou, ik ben al een beetje opgevoed met autosport. Mijn vader en mijn neef, is wat ouder dan ik, die raced al toen ik nog heel jong was. Maar dan als hobby. Oké. Okay. En dus ik kwam al... Ja, 6, 7, 8. Weet je, dan kwam ik al op het circuit en dan ging ik kijken bij races. En dan ontkom je er bijna niet aan. Nee. Dat je op een gegeven moment een keer op je 11 of 12 wakker wordt en dat je dan bij jezelf denkt: ik wil lekker gaan karten of iets gaan doen. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk ook zo gegaan. Hè. Toen ben ik dus gaan karten. Toen heb ik eerst mijn eerste kart. Mijn ouders waren natuurlijk een beetje sceptisch. Ik ben 11 of 12 of 10, dat weet ik wat het was. En, Jezus, je kan nog helemaal niks, en dan ga je ineens met een kartje opgehouden, 80 rondjes per uur. Je hebt net je zijwieltjes in de schuur gelegd. Nou, precies. Als je toch echt graag wil, ga dan eerst maar sparen. En als je dan de helft van de kart bij elkaar gespaart, dan leggen wij de andere helft bij. Dan mag je een kartje kopen en dan gaan we eens een keer af en toe mee trainen. Maar dat is niet gek, want wat kost een kart eigenlijk een beetje om en erbij? Nou, ik denk dat mijn eerste kartje toen kostte denk ik 1250 euro, of misschien 1500 of zo. Dat is toch best wel geld hoor. Nou ja, zeker als je dus 11 of 12 bent. Ja, precies. Dus met de krantenwijk en autootjes wassen en zo had ik, ik denk niet eens dat ik helemaal de helft heb, ik weet niet meer precies, maar ik niet helemaal de helft. Maar ik had wel een paar honderd euro bij elkaar gespaard en toen hebben mijn ouders gezegd, nou, leggen wij de rest bij en dan gaan we dat even lekker proberen. En toen is het... Toen begon ik met karten, nou ja, en dat in het begin dooddenken. Echt dooddenken. Ja? Ja, jezus man, dan ben je 10 of 11. En dan ga je op zo'n circuitje rijden. En dan heel hartstikke hard voor je gevoel. Heel spannend, je handen verkrampen helemaal. Omdat je dat stuur zo hard vasthoudt, want het is ongespannen. En dan komen er allemaal jongetjes van 7, 6, 7, 8, kom je voorbij scheuren in nog langzamere karts die jou wel voorbij gaan. Nou ja, dat is doodziek. Niet goed voor je ego, niet als je 11 bent. Maar goed, toch natuurlijk doorgezet. Ja, dan word je vanzelf beter. En toen ben ik op mijn 16, op mijn 15e ben ik bijna 16 was, heb ik mijn race licentie gehaald. Dat mag al als je 15 bent.
als je in dat jaar ook maar 16 wordt. Ik ben in oktober jaren. Dus je had nog nooit in een auto gereden en toen heb je resistance gehad? Ja, dus ik had nog nooit in een auto gereden, precies. En de persoon waarvan ik het karten een beetje heb geleerd toen, dat was natuurlijk een soort zo'n kartteam. Die heeft mij op een paar industrielijntjes een beetje leren schakelen en zo. En toen was het op naar Zandvoort en resistance halen. Ja, dus zoals je ziet, we zijn weer terug in de showroom. Formule 1 2019 staat klaar. Stijn gaat eerst rijden. Stijn gaat het eerst voor ons rijden. Het is dus aan Stijn om niet alleen mij te verslaan, maar ook meteen om de beste tijd neer te zetten. Ik wil niet zeggen dat het druk op je ligt als racecoureur, maar ja, er ligt toch wel een beetje. Dus ja, je ziet het. Hier staat jouw naam al. Ja. En nog niet de definitieve tijd, die heb je natuurlijk nog niet gereden. Maar wat denk je dat je op het circuit van Oostenrijk in de Red Bull van Max gaat rijden? Ja, ik ga een tijd opschrijven, die is een beetje ambitieus. Oké. Maar ik vind ook dat ik als autocoureur moet je ook een beetje ambitieus zijn. Oeh. Oké. Okay. We gaan het helemaal tot in detail doen. Zo. Zo. Nou, ik weet in ieder geval, die heb ik nog niet gehaald. Ik heb meerdere malen mijn best gedaan. Nog niet hier, maar die heb ik nog niet gehaald. Ik ga kijken weer erbij. Ja. Dus hij heeft eerst 3 rondjes waarmee hij gewoon kan oefenen en een beetje kan wennen aan de simulator. En daarnaast gaan we 3 rondjes hem de kans geven om zijn tijd neer te zetten, de beste tijd neer te zetten. En die komt op het scorebord. En dan wie weet, aan het einde van het seizoen ben jij de prijs, jongen. Wat is de prijs? Mag ik dat wel weten? Dat weet ik niet. Daar moet ik er ook nog even over nadenken. Maar dan ben jij de prijs. Hey, maar Jeroen. Hey, Piet. Thanks for your show, Roep. Ja. Straks met jou ook nog het beste, hè? Ja. Dat later, in een andere video. Ja. Jij moet straks... Ik word hier niet blij van. Ik heb eigenlijk al bij voorbaat heb ik al problemen met mijn ego. Want dit hij gaat net niet lukken, denk ik. Hij is nu aan het indekken. Man, de hele ochtend heb ik al zitten indekken. De eerste tijd van die indekken. Ga je het halen? Hij was wel ambitieus, hè? Hij was wel ambitieus. Ik kom er bijna een beetje terug, maar dat mag niet. Je mag niet terug. Nee, dus zeker niet. Kijk, dat is de pol. En als ik dat haal, dan heb ik de pol. Als ik het niet haal, dan heb ik niet de pol. 1-0-5. 1-0-5-9. 1-0-5-9. Ik wil het vijfje zien. Daar gaan we nu in. Was ik zo dichtbij? Ja. Ik ga nu een 1-5-9-9-9 rijden. Heel goed, succes.
was niet zo warm als dat we dachten. Maar alsnog. En eigenlijk een beetje tegen. En 106-252 ja. Voor meneer Stijn Schothorst. Ja. Mag hem opschrijven? Jij mag hem opschrijven. Dit is jouw moment. Dus zet ik hem hier erbij? Of hier? Hij mag er hier ook bij. Ja. Hier eronder? Ja. 106-252. Dat is hem. Dat is hem. Ik moet zeggen. Het die hebben, het die hebben we niet helemaal gehaald, hè? Nou ja, weet je, wat ik net ook al zei, als iemand het haalt die 1-5 te rijden, die eerste bocht, daar kan hij die eerste in. Bocht! Verder gaat hij nergens meer winnen. Mijn bocht 1 ging beter, dat heb ik net van een racefiller gehoord. Dus bocht 1, daar heb ik geen verbeterpunten meer, voor de rest wel, maar dat zit een klein rijtje houden. Misschien heb ik nog wel een race op de Red Bulling dit jaar, dus dan kan ik die mooi even... Bocht 1, ja. Neem die cap van je even mee. Dan kan je meer afsnijden dan dat je denkt. Als ik hem nou win aan het eind van het hele verhaal, dan krijg ik een bordje mee naar huis, mag ik boven mijn bed hangen. Jij krijgt een bordje mee naar huis en die mag boven je bed. Dat vind ik een deal. Kijk. Als jij hem wint, dan krijg jij van mij het bordje. Kom ik hem persoonlijk bijbrengen. Heel goed. Ja. Ja, en zo komt ook alweer de eerste aflevering tot zijn einde, jongens. Een gloednieuwe serie, Hot Laps. En de eerste gast... zet meteen een tijd neer die we waarschijnlijk nooit meer gaan verbreken. Daarnaast is het gelukkig wel een hele gezellige gozer, een hele toffe kerel en hij nam zelfs iets mee. Wat ik aan jullie mag weggeven, ik heb namelijk van Stijn Schothorst een paar racehandschoenen, de rem gedragen en een echt podiumpetje. Wat ik mag weggeven, wil je dat nou winnen? Wil je dat nou winnen? Ik geef het gezamenlijk weg. Laat in de reacties weten waarom je dat wil winnen. Volg Stijn natuurlijk op Instagram, volg mij op Instagram, maar daarnaast... Snap ik natuurlijk ook heel erg goed dat jullie zo'n stoel ook willen. Misschien, wellicht, aan het einde van het seizoen dat ik hem ga weggeven. Kan je nou niet wachten, dan zou ik zeggen, ga naar het link in de beschrijving. Ik heb 10% korting op een gameseat voor jullie geregeld. Sam Meijer, 10% korting op gameseat.info. 1 zieke stoel, rally, Formule 1 stand, het maakt niet uit. Het kan allemaal. En het is super dik. Nu buiten adem. Ik hoop dat jullie een hele vette aflevering vonden. Ik hoop dat jullie een hele vette serie vinden. Morgen ga ik alweer de volgende opnemen. En dat is met niemand minder dan Leroy Styles en zijn bekende BMW M2. Het wordt een super vette serie. Ik zou jullie willen vragen om te liken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, want dit wil je echt niet missen, jongens. Er komen zulke vette mensen langs. En ik moet nog heel even trainen. Ik zie jullie heel erg snel. Wasselen!